Dat je opschiet graag. Ja, wacht even. Ik ben nog niet helemaal comfortabel. Hoi. Ik ben Cassandra. Of, ja. Het is begonnen toen ik ging werken bij een meubelfabriek. Ik werkte op de inpakafdeling. Ik was trots op de producten die ik had ingepakt, maar ik voelde een speciale connectie met de gordijnen. En ik vond het moeilijk om afscheid van ze te nemen als ik ze had ingepakt. En daar lag ik dan 's nachts van wakker. Ik kon niet meer aan en daarom heb ik besloten om te stoppen met werken bij die woonwinkel. Ik wou gewoon afscheid nemen van die manier van bestaan. Dus ik heb een kantoorbaan genomen. Dat hielp niet, want er hing een prachtig gordijn in mijn kantoor. Ik werd er gewoon super door afgeleid. Pauze. Toen ben ik een gordijnloos gegaan. Ik voelde me gewoon een gordijn. Ik voelde me gewoon goed. Als ik ergens aan hing, dan voelde ik me gewoon goed. Later besefte ik dat het niet goed was. Ik probeerde gordijnen te vergeten. Ik voelde me een gordijn, tot diep in mijn ziel en ik heb alles geprobeerd. Hypnose, niets hielp. Ik kwam in de duistere dagen van mijn leven en dat bleef zo doorgaan totdat ik besloot op een dag een gordijn in de fik te steken en dat voelde heel goed. Ja, ik voelde me heel goed en ik voelde me ook geen gordijn meer en dat was wel, ja. Dat was fijn. Ik besloot mensen te helpen die hetzelfde probleem hebben als ik had. Ik heb nu mijn eigen kliniek. Volgende. Ik voel me weer Cassandra en geen gordijn meer.